Hallo iedereen, welkom bij het nieuwe deel van Okami. In het vorige deel hebben we de Inkoos Village de 5 Canine Warriors gevonden. En we moeten nog de andere 4 vinden. Wat ik even snel ga doen is nu... nu het nacht is, hebben we geen last meer van de krijgers. Ik vind dat wel wat dit is. Ik wil in ieder geval nu het nacht is, moet ik snel wat doen. Wat we moeten doen is, we moeten op het dak van de meneer en mevrouw Cutter. En dit moeten we dan opblazen, denk ik. Ja. Dit kapot maak je me nooit of er iets goeds in zit. Maar wat je wil doen is, je wil hier naar binnen. Oh, wat een voedselzakje. Krijg ik die wel als ik... Ik hoop dat ik die heb ontvangen. Ik weet niet. Het zou wat schelen. Nu het nacht is... Ik weet niet of we... Hadden we de tekst erover gehoord? In ieder geval, wat je hier moet doen is... praten met Scudder. En ze vindt maar niks dat we haar huis zijn binnengedrongen. Wat ik wel een beetje kan begrijpen. Oh... Ze vinden nog steeds lekker. In ieder geval, wat je wil doen... Ik weet niet of ze het zelf zegt, maar... Oh, blijkbaar is er een hint die ze gaat geven. Nou ja, ze zegt dat het licht van de maan nogal sterk schijnt. En blijkbaar haat ze maanlicht. En ik weet niet waarom ze het hardop zegt. Ik denk dat ze niet snapt dat wij haar kunnen begrijpen. Wat jij moet doen is, je moet haar... Oh nee, niet praten. Wat je moet doen is, je moet haar grijpen en je moet haar naar het maanlicht brengen. En op de achtergrond, wow, van de schaduw van iets engs. we zien haar. Ik weet niet waarom ze het zo hard opzegt. In ieder geval, Izu merkt al, het is duidelijk geen mens. En meneer had dus blijkbaar ook op de achtergrond gewoon even opgestaan om het allemaal te aanschouwen. Nou ja, dit is de 100ste keer dat ze ons bedreigen met het opeten. Nou ja, laten we naar buiten. Isom die wil een beetje natuurlijk met de huisregels en zo, moet het wel buiten doen allemaal. Maar, dat we dit zegt te hebben, dit is een nieuwe enemy, de Umube, ik denk dat het heet. En een beetje gênant, ik ben vergeten wat hun floor finisher is. Even kijken hoor, kan ik zo aanvallen? Ja, hij kan wel aanvallen, maar doet het ook echt wat? Dat is natuurlijk de vraag. Moet ik naar beneden pauwstasje? Blijkbaar is dat een deel van wat je moet doen. Dit is een beetje hetzelfde als die rode imps. Wat je moet doen als ze dit doen, je moet ze nog een keer power slashen. En dan zijn ze heel erg vatbaar. Dan kun je ze heel makkelijk aanvallen, dat is het. Ik denk dat een floor finisher iets is wat we nog niet hebben. Maar ik weet niet zeker. Jullie zullen het anders wel zien met de pop-up die ik heb gemaakt. Dus ja, het zou niks moeten schelen voor jullie. Maar we gaan niet veel andere Umubes vechten in dit gebied. Dus het is niet nog van belang dat ik alle floor finishers krijg. Dit is Tune. En ik heb een klein beetje een stukje van het verhaal overgeslagen. En dat is omdat het nacht werd en anders moet ik 11 minuten wachten. Er is in ieder geval een plek waar dus de Sparrow Clan, waar Mr. Bamboo in het vorige deel vlug over had. Die beheren Sasa Sanctuary. En nou ja, ik krijg een knuffel omdat we haar gered hebben. En misschien moet ik het spel maar voor zichzelf laten praten in plaats van dat ik ga uitleggen wat er iets gebeurt, wat er gebeurd zou moeten zijn. Maar ja, in ieder geval, zij is de bloem van Sasa Sanctuary. Ze is onderdeel van de Sparrow Clan, waar we nu naartoe gaan. Ja, zij zegt al, we brengen haar terug naar Sasa Sanctuary. Dus laten we dat maar doen. Nou ja, Isu die wil meer van de reden niet, maar ja. Dus we volgen haar. Nou ja, ik weet waar we heen moeten. Als je trouwens van haar wegloopt, dan volgt ze je. Dus het is niet. Het is weer een beetje het soort van. Nou ja, het pijltje met de. Zeg maar wat in het begin van het spel die aangeeft waar je heen moet. Maar. Het is een grote kans dat je al hier bent geweest. Waar we nu heen gaan. Als je het. Zonder mij speelt, dan is er een grote kans dat je hier al wat hints over hebt gekregen dat je hierheen kunt. Maar. Als we hier door deze poort lopen, gaat het van die rots. In een loading zone. Ja, dit is de plek naar Sasa Sanctuary. Het is best wel goed verstopt, want... best wel goed verstopt. Je moet door de poort lopen. Het is niet super goed verstopt, maar... Alsnog, ik weet niet waarom ze het überhaupt zouden verbergen voor mensen, maar... Ja, want als je hier straks... als we straks naar binnen gaan, dan zullen we zien dat er gewoon mensen ronddoor lopen. Ja, dit dus... Isu maakt nog even een opmerking over dat dit de plek is waar Mr. Bamboo het over had. Waar hij het beste... ja, Bamboo vindt volgens mij is... Zoals Sanctuary is dit vol met bamboe. Als we hier teruglopen. Even kijken wat er gaat gebeuren hoor.
Hij vraagt dan, wat moeten we hier doen in Zelda Sanctuary? Mocht je het niet helemaal doorhebben... Ah, misschien moet ik het niet zelf zeggen. Misschien is het leuk als je het voor jezelf opmerkt. Dus zonder de vader van de hoge basis gevonden... mogen we niet binnen. En raad eens wie dat is? Ik weet niet, ik vind het altijd leuk, deze scène. Hoe ze zo lomp tegen haar vader aanspringt. Dit is Jumba, de leider van de Sparrow Clan. En doordat we Chun hebben teruggebracht... de baas is heel opgewonden. Rug tevreden. En Isum die ze... Omdat Jumba heeft in het spel is... spreekt niet. Hij is gebaseerd op een Japanse mythe waarin... van een vogel die zijn tong is verloren doordat wie in dit spel Miss Cutter is, het er heeft afgeknipt. Dus ja, ik kan er een diepe detail in gaan, maar het is niet echt een vreselijk leuk verhaal ofzo. Maar dan mocht je je afvragen waarom die niet praat, het is... dat komt vanwege de Japanse mythe. En hierin, als ik me niet vergis, hebben we onze allereerste Stray Beat. Er zijn er een paar in Zelda Sanctuary die ik ga vinden. Volgens mij is er eentje die ik nog niet direct kan pakken, maar... Maar ja. Eentje die ook weer heel vlug is, die ga ik gelijk pakken, zodat ik het niet vergeet. Hier binnen, in het Zelda Sanctuary Hotel. We kunnen verschillende dingen doen. Moeten we eerst naar boven om onze beloning te innen. Want wat ik eigenlijk wil doen is hierin. Ja. Ik denk dat het deze kamer is. Er is helaas laat alles, één voor één. Wat we hier moeten doen, dit soort dingen. Er was er ook eentje in Kusa Village, maar ik ben niet te tel er binnen gegaan, dus ik het niet kunnen zien. Dit soort poppen. Ik denk dat het een Japanse spelletje is, maar wat je moet doen is je moet een tweede oog tekenen waar eentje mist. Dan gaan ze open en dan komt dan de beloning uit. En dit is volgens mij de enige van dit soort dingen in het spel die... Oh, oké. Okay. Dit is een merchant die heeft blijkbaar wat eten bij zich. En vanaf deze afstand heeft blijkbaar zijn... zijn ding opgegeten. Wat je in ieder geval moet doen? Nee, niet moet doen. Zoals ik al zei, dit is een merchant. Lekker doorpraten. Ik heb volgens mij al mijn geld verspild het vorige deel. Dus ik verkoop dit even snel. Er is niet echt veel... Ik heb niet echt iets nodig momenteel. Dus ja, ik word maar gewoon weg. Je kan het opeten als je... dit stukje... Je kan het voedsel opeten als je... Astropause niet gevuld is. Maar in mijn geval is die volledig gevuld. Dus het heeft geen zin. En... Wat ik wilde zeggen, als we niet teruglopen, hier naar boven hebben we een soort van lift. En die brengt ons naar de kamer van Jumba. Denk ik? Ik denk dat het direct ons naartoe stuurt, ja. Nou ja, hij is ons... ik weet niet of dit... hij heeft lijkt wel op ons gewacht. Het duurde maar een minuutje of zo. Ja, we hebben een geweldige taak gedaan. We hebben Chunter gevonden. Oh, en blijkbaar heeft ze alles verteld in die korte tijd dat we eronder waren. Nou ja, de baas is zeer onder de indruk met ons. Zij rond aan om een warm bad te nemen achter het in. En hier hebben we een paar beloningen, denk ik. Gewoon wat schatten, wat items, die dingen die we ook allemaal kunnen verkopen. Dus ik pak die even allemaal. Het zijn er maar 10 hoor, dus geen zorgen. Ik slash altijd de kisten open, want ik vind het altijd een stuk makkelijker dan ze openbonken. Ik zal het even laten zien. Want dat doe ik ook door de rest van het spel heen. Je kunt ze gewoon openbreken. Volgens mij is dat de manier hoe je het hoort te doen, maar het stuurt je een beetje naar achteren. Het is een stuk langzamer, dus ik doe dat het zo. En ik denk, de reden dat ik niet alles in één keer open is, volgens mij omdat die items best snel wegvagen. Als je niet snel oppakt, zelfs doordat het spel gepauzeerd is, dus ik doe dat het maar zo. In ieder geval, we gaan terug naar beneden. Er zijn nog wat meer kamers die we kunnen... Nee, we kunnen in elke hotelkamer. Ik weet niet meer helemaal wat in elke is, maar volgens mij zit er geen enkele van de andere iets belangrijks voor 100%. Ik ga toch even kijken, mocht ik me vergissen, maar ik denk het niet. Volgens mij zijn het vooral NPC's. Ja, deze heeft niet eens wat. Kan ik die... Ja, net als in Susano's huis kun je die omhoog sturen. Kijk even naar die andere. Want er zijn wel andere NPC's in dit soort hotelkamers meestal. En dit is ook wat ik bedoel. Dus lopen hier gewoon mensen. Maar tot een minuut geleden mochten we nog niet binnenkomen. Deze kamer, we kunnen met hem praten. Nou ja. Dus hier zijn wolf hier. Alles is hier lekker. We kunnen hier dan ook opeten, volgens mij... veel extra pouches. Zeg maar, dit vult ook allemaal de extra pouches, mocht je dat nog niet hebben gevuld. Wat best goed kan zijn, want ik opende echt alles onderweg. Terug toen ik nog in Shinjo Field zat, puur zodat ik dat ding eindelijk vol kon krijgen, zodat ik er niet meer aan hoefde te denken.
En nou ja, dit is een van de plekjes waar je ze dus makkelijk kan opvullen. Daarover gesproken, ik ga de upgrade voor de Astro Pouch om de volgende te kopen. Die doe ik nog steeds niet. Het is van lang nog niet belang en nog lang niet van belang. In ieder geval, kan ik deze open snijden? Oh, watermoon hebben we nog nooit gehad. Nee, ook dit allemaal weer. Je kunt de Astro Pouch vullen. Dat is echt volgens mij het enige doel van deze kamers. En natuurlijk de merchant die je eerder zag. Wat je wilt doen is naar beneden. Ik denk dat... Zo, iedereen loopt wel een beetje in de weg, zeg. Je wil naar deze kant toe. Dit is richting het hete bad in de nou ja, achtertuin. Achtertuin? Geen idee wat het moet voorstellen. Zeg maar dit gebied hier achter de... Het is een beetje binnendoors, maar ook niet, want er zit een grot omheen. Wat hier gaat gebeuren is, we gaan met deze praten. Oh, ik heb een van de Explorer overslagen, maar hij zegt dat het allemaal vreselijk is. Het water hier is helemaal verdwenen. En net op die droog, zoals die zegt. Nou ja, aardbeving, bla bla bla. Het is allemaal niet zo van belangrijk. In ieder geval... Er is een soort van minigame in het spel die ik volgens mij nog niet heb laten zien. Of niet de kans heb gekregen om het te laten zien. Ik hoop niet dat ik een fout maak dat we tot nu toe wel, dat we wel eentje hadden kunnen doen, maar... Dus ik krijg zo'n type minigame, er zijn er 5 van in het spel. Oh ja, hij zegt dat hij de goden moet blij maken, dus verbrandt zichzelf. En ik denk dat ik hem maar even zo laat zitten. Geintje, geintje, geintje. Nou ja, volgens mij als ik me niet vergis... Elk moment krijgen we deze man binnen. Ah, ik sta een beetje snel tekst te poksen over, maar ik geef je een beetje het idee van wat te zeggen. Hij is in ieder geval blij van, oh, het is hier weer lekker rustig. En de ingang is weer open, dat was het Frank Sanctuary, terwijl er gewoon meerdere mensen al binnen waren voordat we überhaupt het open hebben gekregen. Ja, zoals ik het net al zei, het was allemaal open, want er waren hier al mensen. Nou, hij gaat zichzelf toch even verbranden, maar Mr. Bamboo stelt voor dat hij water kan vinden met zijn stok of zo. Tenminste, zei hij dat net? Ik heb geen idee. Misschien zegt hij dat nu pas. We gaan graven naar het hete water. Ik ga dit allemaal even overstaan, want ik laat het allemaal wel zien. Of, nee, je krijgt allemaal wat te zien wanneer we al bezig zijn. Wat we moeten doen is, we moeten... meneer Bamboo begeleiden. Nee, dat kan ik allemaal overstaan. We worden hier naar binnen gestuurd, of naar beneden gestuurd. We hebben een tijdlimiet. En wat we moeten doen is, we moeten zo snel mogelijk naar de onderkant terechtkomen. En de tijd gaat ook door, terwijl we nog aan het tekenen zijn. Hou ermee rekening. En hier hebben we... Nou, dus ik heb wel een beetje het idee. We moeten zeg maar al deze blokken wegkrijgen. De gelere, die kun je met 1 kopstoot of 1 keer graven kapot maken. De wat bruinere die we zeg maar hier eentje onder me zit, die moet je 2 keer doen. Je hebt ook schatten, ik weet niet precies hoeveel die geven. Oh, moet ik die echt openbonken? Oh, als Mr. Orange trouwens, als iemand geraakt wordt in het spel, of in deze minigame, dan verlies je tijd in plaats van health. Dus dat is wel iets om in rekening mee te houden. Ga je nog steeds die kant op? Nee, je komt hierheen. Ik weet niet precies waar we heen moeten. Dit is ook alhoewel deze verplicht. Dus ik. Ja, dit is al eigenlijk de bodem hieronder. Ga niet die kant op. Als je. Nee, andere kant op. Als je de NPC's die je moet helpen slaat, dan gaan ze de andere kant op van waar ze momenteel heen lopen. Wat best handig is als je een krapper tijdstip hebt. En wat je kunt doen is als je omcirkelt. Ik weet niet of het direct gaat gebeuren, maar hij is dan een stuk sneller. Toch? Ja. Dan rent hij in plaats van. Oké, maar hij doet wat hij nu doet, dus hij geeft aan waar het zit. Zeg maar dit blokje, en dan moet je het uitgraven. En dan ben je klaar. Dit is een van de simpelere digging minigames. En er zijn wat laat, zeg maar, degene wat laat die een soort van... hun eigen toevoeging eraan geven. Een eigen blok, volgens mij is er ook eentje die horizontaal is in plaats van verticaal. En nou ja, dit is gewoon een beetje de simpelste, een beetje om je te introduceren. Er zijn 3 in het spel die je moet doen, waarvan dit er eentje is. En er zijn 2 die optioneel zijn voor 100%. En die zijn uiteraard, zoals je ook kunt raden, de moeilijkste. Niet dat ik ze echt moeilijk vind, maar... Dus ze zijn niet moeilijk. De rest van het spel is ook allemaal niet moeilijk. Het is vooral veel werk.
Nou, hij stond zeer dankbaar. Dit is weer een van die cutscenes die je of helemaal overstaat of de tekst gaat lekker langzaam. Ik weet niet waarom Ami zo weinig zin heeft om een pad te nemen. Het is een soort van thema dat voor de rest van het spel ook heen gaat. Of een van de karakteristieken, maar ik vind het altijd een beetje opmerkelijk. Volgens mij, ja. Het is zover. Ik weet niet hoe lang het geleden is, maar het is volgens mij al een flink tijd geleden sinds we voor het laatst een nieuwe Brush Power hebben gekregen. Want ja, het laatste waren de Honigami of zo. Om, wat zeg ik nou, die heb je nodig om in Act of Force te komen. Dat was de laatste Fine. Moet ik even nadenken hoor. Ik weet niet hoe het goed uit mijn hoofd. Ja, dat was het of niet? Het is gewoon echt een flink tijd geleden sinds we een laatste power hebben gekregen. Toen zij eruit probeert te komen, zit Ami te slapen. In ieder geval, dit is Noragami. Dit is... je kunt het misschien al raden, want meestal tot nu toe hebben we... Bowser kreeg die een beetje hetzelfde thema of toon lopen die met een activiteit die we net hebben gedaan. Dit is de god van water. En dit is volgens mij een van de eerste goden waarvan we nu één van haar powers krijgen. Maar later in het spel kun je een optionele tweede of zelfs derde krijgen. Ik spreek nu voor echt veel, veel later in het spel. Echt twee derde. Als we in het spel zijn ze nu op een... Zijn we nu op een vijfde? Ik denk het wel, zoiets. Nou ja, hij heeft zichzelf in de fik gezet om een of andere manier. En wat we moeten doen... Ik heb laten zien, als we ergens een bron van water hebben... Dan kun je met je brush power op, dan zie je het ook een beetje blauw worden. Dan trek je het en dan blijft het op de plek waar meestal vuur zit of iets anders wat... waarvoor het gebruikt kan worden. Maar volgens mij is het niet het enige wat dat kan. Ja, je hebt ook dit soort... geizers. Ik weet niet hoe ik ze anders moet omschrijven. Waar je er ook vanaf ziet komen. Wat je moet doen is... ik laat dan even doorpraten, maar... vanaf de bron van waar het begint. Als je daar een kleine streep omhoog trekt. Ik bedoel dat het klein, want je kunt ze vrij lang maken, maar... Om een van de reden gaat het spel dan zich verward raken met andere brush powers. Of het doet helemaal niks zelfs. Dus ik doe altijd hele kleine. En ze gaan sowieso altijd naar de juiste hoogte waar makkelijk is. Want het kan maar op naar één hoogte. Dus het is niet alsof je, als je langere trekt, dat het dan hoger gaat. Hier is nog een clover. Hebben we nog steeds zitten in de zone waar ze alleen maar 5 geven? Ja. Ik hoop dat het snel verandert. Want ik dacht dat het rond dit punt in het spel wel een beetje zou veranderen. Nou, is het nu eindelijk dag geworden? Wauw. Hier zagen we een schat of zo. Wat is dit? Veel voorkomende schat. Dus niet iets belangrijks. Maar nog iets leuks. En je ziet dit ding misschien. Of nee. Ik ga even een andere laten zien die we hier binnen ergens hebben zitten. Een thema ook in Assassin's Sanctuary zijn van die rare bronnen. Van water die zeg maar lekken. En in andere waterpool... Kan ik er eentje van vinden? Dit soort dingen. Wat je ziet, er zijn dus waterdingetjes die gaan dan naar beneden. En je hoort ook zo'n klak. Dat ze het rare klak dat je misschien op de achtergrond hebt gehoord de hele tijd. En dat is een beetje een hint voor wat je hier moet doen. We hebben hier buiten, zoals je misschien zag, een van die grotere. Een van die grotere, dus maar eentje die zo groot is. En wat je misschien ook kunt raden dat je moet doen. Je moet een tekening maken, of een lijn tekenen van het water hierop. Oké, ik dacht heel veel dat die niet goed verbonden was. Dus ik wacht wel even. Moet je het meerdere keren doen? Nee. En het opent die poort. En je dacht misschien, oh, dat is iets heel belangrijks voor later. Dit is volgens mij een van de weinige momenten waarin dit mechanisme zelf wordt gebruikt. Dus ik snap niet waarom het verplicht is om te doen. In plaats van dat het een beloning geeft als je het helemaal uitvindt. Maar alsnog, misschien was er ooit in het punt in het maken van het spel dat dit een grotere game mechanic was. En dan moest je dit een beetje als tutorial zien. Hebben we zaadjes? Oh, ik heb die ene zaadjes niet gekregen toen ik... Oh, jullie... Laat maar zitten. Waarom zouden ze dat willen? Ik heb geen idee. Ik ben niet dichterbij vandaag. In ieder geval.
Ik denk dat dit wel genoeg is voor het deel. Bedankt u wel voor het kijken naar het deel van Okami. In het volgende deel gaan we eindelijk de Kanan Warrior vinden die hier ergens op de map zou moeten zitten. Even kijken. Deze map. Die is vrijwel hier in de buurt, dus ja. Ik zie jullie dan.